Dag lieve Soul Searchers. Welkom bij soulsearch.be. Mijn naam is Barbara. Ik ben dit kanaal op aan het zetten naast mijn eigen praktijk als counselor. Waarbij ik mensen begeleid, alle persoonlijke begeleiding, persoonlijke ontwikkeling. En gefocust ook wel op burn-out en stress. Dit kanaal is voornamelijk bedoeld voor tarot. Mijn nieuwe liefde, mijn nieuwe passie. Ik vind het helemaal geweldig. Het is een heel mooi hulpmiddel binnen mijn counseling. Vind ik dat heel leuk om te integreren. Maar gewoon eigenlijk apart is het een heel mooi instrument. Dus ik dacht, ik ga dit delen voor onze Nederlandstalige mensen hier. Ik zal voornamelijk algemene readings doen. Dus voor ieder sterrenbeeld zal ik iedere maand wat uploaden. Een maandreading zullen we dat dan maar noemen. Misschien meer. We gaan zien waar dit naartoe leidt als er animo voor is. Dus laat zeker iets weten als je het leuk vindt. Want wie weet kan ik er meer van maken. Dit zijn algemene readings. Dus dat betekent dat het op dat moment van heel veel verschillende mensen de energie is die er aangevoeld wordt. En door de kaarten eigenlijk doorcijpelen. Dus het kan niet voor iedereen passend zijn. Past het niet, probeer het dan ook niet passend te maken. Maar zoek dan eerder naar andere planeten, andere sterrenbeelden, waar belangrijke planeten voor jou staan. Bijvoorbeeld jouw maan. In welk sterrenbeeld staat jouw Venus? Is ook belangrijk, zeker als het gaat over relaties. En je uiteraard je ascendent. Als je niet weet waar ik het over heb, zal ik hieronder een link doorsturen waarbij je gratis je geboortechart kunt uit laten rekenen. Daarvoor heb je enkel eigenlijk je geboortedatum, geboorteuur en geboorteplaats nodig. Maar dan weet je een beetje meer over welke planeten jou verder beïnvloeden. Ik ben vanaf nu ook te boeken voor persoonlijke readings. Dus dat kan hier in mijn praktijk in Antwerpen. En dat kan uiteraard ook digitaal. Mijn links, alle informatie kun je hieronder ook vinden. Voilà, voor de rest, als jij dit leuk vindt, like het, deel het, volg het en klik dan op dat belletje. Blijkbaar is dat van belang. Mijn bedoeling hier is een beetje hoop te geven in deze onzekere tijden. Een beetje steun te bieden, een beetje het gevoel geven dat je er niet alleen voor staat. En dus ik hoop hier echt een veilige plek te creëren. Mocht je echt gewoon niet fijn vinden wat je ziet, ga dan gewoon naar de volgende en laat dit gewoon even passeren. Je hoeft daar niet per definitie negatieve commentaar op te geven. Dat is helemaal nergens voor nodig. Er zijn er genoeg hier op YouTube waar je dan misschien wel je ding kunt vinden. Voilà, ik hoop jullie heel snel terug te zien, te vinden, te lezen. Op mijn filmpjes, als jullie daar commentaartjes of opmerkingen op willen geven, een beetje informatie over jezelf. Dat zou ik superleuk vinden. Dat motiveert mij ook. Dus ik hoop dat dit een mooi avontuur is wat we samen gaan doen. Tot snel. Namaste.